boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Yo, boys and girls. En welkom bij alweer een nieuwe video op dit kanaal. Mijn naam is Anton Dillen. En vandaag gaan we packs open doen tijdens Centurions week 2 en een deeltje van Atletiek Serre deel week 1, dus ja. Ja, ik heb bijna het einde van het seizoen klaar, dus ja, let's go. Het is nu zaterdag als ik deze intro opneem. Zondag open ik de laatste packs. En zondag edit ik ook deze video, dus ja, let's go. Ik check jullie guys bij de outro. Oké, boys and girls, welkom bij weer een nieuwe video. We starten deze video met een 82 space pick. Dus let's go. Dat is wel 82 plus per pick visit erin. Kom maar tegen dan. Let's go. Oké, boys and girls, we hebben nog wat packs klaarstaan. Waaronder een RTTK Total Rush pakket. Eerst gaan we een goud pakket open doen en daar zit in. Ja. Ik ben blij dat het zoals hij er is. Een 84 is wel. Nu een premium of waste. Premium goudpakket. Let's go, en daar zit in. Erin Zeko. Wauw. Oké, volgende pakje. Ik ben met een spelerspakket en daar zit in Aribo van Southampton. Wauw. En nu het RTTK Total Rush pakket. Let's go. En daar zit in. Het is een Total Rush, denk ik. Linksachter. Portugees. Bundesliga. Amerika. Guerrero. Wauw, hoeveel is die waard? Is zien hoeveel die waard is, het Guerrero. Guerrero Total Rush. Maar hoeveel heb ik voor de SBC? Hoeveel kost de SBC? Nou, het is net een W. Net een kleine W is het. Een kleine W. Dus ja. Oké, boys and girls. We hebben een 3 pack. Premium goud pakket. Nog een premium goud pakket. En een 3 keer 31 plus. Eerst het premium goud pakket. En daar zit in. Vecino. Zo, Vecino. 3000 munten erbij. Let's go. Premium Jumbo gaat pakket. En dat zit in. Een keer wel elkaar tricks midden. Ja, nee, dat zie ik, denk ik dat dat is. Ja. Oh, dat speler. Kielman. Dat is zo. 3 keer 81 plus nu. Dat is zo. Heel walk uit. Spits. Argentijns.
Ja, dat is kut. Ik had die renders en neer. Ja, Ezagiri. Let's go. Oké, boys en girls, we hebben Ballon d'Or Challenge nummer 3 voltooid. Dus we hebben echt wel het goed voltooid. Ja. Gouden hat-trick. Let's go. Een 80 plus pakket. Zo. Dus we gaan eens zien wat het te bieden heeft. Eerst het mega pakket. En daar zit in. Geen walkout. Links midden. Engels. Barclays Wim Super League. Dan weten we dat het kut is. En het is kut. Die schalt om. 4K munt erbij. Dus de munten dat we aan de SBC mee geven. Rol terug. 80 plus pakket. Let's go. Daar zit in. Weer een walkout. Cam. Sobbelslag. Wauw, Sobbelslag. 81, let's go. Oké, boys and girls, het is maandagochtend. We hebben 3 Tour de Coles en 2 keer 78. Eerste Tour de Coles en in de eerste zit. Rechtsachter, Engels. Premier League, Walker of zo, ik weet niet wie dat is. Last Trippier en Diaz. Decent, I guess. Nog een Tour de Gold. En daar zit in. Rechtsachter. Dus Traoré. Denk ik. Rosario en Kakeret. What the fuck? Oké, Tour de Gold, laatste. Daar zit in. Geen walkout. Links midden. Sadio Mane. En Guendouzi. Let's go. En 2K78, let's go. Daar zit in. Geen walkout. Rechts midden. Wie is de Eilert Bailey? Waar is Liam Bailey? De fuck. Nu ga ik alles inpakken voordat hij is gegaan. Let's go. Oké, boys and girls, het is maandag 7 uur 's avonds en we zitten weer op de setup. Hi, boys and girls, ik zit weer op de setup met de camera en met de. Oh, ik zie net dat ik niet zo goed belicht ben. Dus. We zetten de lichten weer eens aan. Ja, let's go! We zitten weer op de setup en weer op de PlayStation 5. Let's go! We zitten weer op de setup. Let's go! En we gaan eens zien wat er in nieuw is in FC 25 vandaag. Ballon d'Or weekend eindigt. Ja, vanavond. SBC's. Maar we zien daar upgrades. Centurions maken upgrade. Ballon d'Or upgrade. Ballon d'Or uitdaging 4. Oké, spelers uit 1 club minimum 3. Minimum 2 competitie in basisspelers. Landenregels maximum 5, minimum 5 rares, 80 team met 31 beoordeling, dus we gaan gewoon even die polls dan neerzetten. Gaan we machines inleveren. Die gaan we nog inleveren.
van Torres, rechtsachter Konza, CVM. CVM. De Touré. Met. Zo, Neves, Cam. Soboslai en Spits, wil ik even zien, hè. Leon Bailey. Evan Wilson. Oké. Wat zie je nu voor? Eén, twee, drie. Dus een Engelse spits of een Spaanse spits. Robert Sanchez. Argentijns kan ook nog. Spits, dat is Engels waarschijnlijk. Ivan Toney. We gaan er hebben van Aston Villa. Voilà, zo werkt het wel.
Hopla, die heb ik. Robert Sanchez, die gaat misschien... .3. Die zal ook weer zoiets gaan. Oh, 700 zelfs. Dan moet je toch eens gaan zien. Misschien naar linksachter. Dan kan ik die Catharina Macario inleveren. Dan moet ik hier gewoon even... nog een Engelse spits in te vinden. Maar dan hoop ik dat ik wel iets goed pak. Dan hoop ik dat ik wel iets goed pak uit die packs, want ja. Let's go. Wauw, dat heeft me bijna 10 minuten geduurd. 10 minuten gekost. Voor die SBC te doen. Wauw. Let's go. We gaan eens naar de store gaan zien, ze. Oké, eerst een 80 plus pakket en dan doe ik geen wildcard. Spin. Ja, dat is een big. Again, wauw. En nu, zeldzame speelspakket. Dat is in. Wildcard, lekker. Centrum in. Wel. Kijk erbij!
Oh, Kevin De Bruyne. Oh, Kevin De Bruyne. Voor hoeveel gaat jij nog? Voor hoeveel gaat jij nog, Kevin De Bruyne? Oh, Kevin De Bruyne. Zevenentwintig en half. Ja. Daar gaat hij op de transferlijst. Onder Kevin De Bruyne. En hij is al verkocht ze. Wauw. Wauw, Kevin De Bruyne is al verkocht ze. Oh, Kevin De Bruyne. Nu hebben we een tradable. Let's go. Een tradable to glory is again gestart. Alleen moeten we nog een untradable trend pakken. En dan hebben we alles untradable to glory. Behalve de bank. Want daar moet ik nog untradable Messi pakken. Let's go. Oké, okay, boys and girls. We hebben al de Centurion Smike upgrade is er. En we hebben er al vier gedaan. Dus we hebben drie keren, maar vier keren 75-03's. En de eerste 75-03 op de spits. Aan de Marokkaanse spits. Dat is NRD, geloof ik. Dat is een badge, dat is NRD. 83 rated. Die kan wel in die SBC nog gestoken worden. 75 plus maal 3, nummer 2. En dat is 1. Spits. Auba. Dat is goed dat de Auba is. Let's go. Volgende 75 maal 3 en dat is 1. CVM. Duits. Bundesliga. Dan weet je dat het kut is, dat het maar Andrig is. Dan is het gewoon kut. En andere 75 maal 3, dat is in. Geen walkout. Linksachter, Engel. Women's Super League, dan is het gewoon Pacheco. En dan is het ook kut. We gaan nog een previewpakket. En dan nog en dat is oké. We gaan deze pakket open, denk ik. Openen, denk ik. Ja, ik denk dat we dat voor wat gouden spelers te hebben. Let's go. Oké, ik heb nog iets van die pakketten gedaan. Hoeveel heb ik er nu klaargezet? Vijf. Let's go. Nu mijn eerste zit, geen walkout. Ik dacht de baan. Dat speelt op Portal, denk ik. Let's go. 75 maal 3. Nummer 2 met de zin. Centrum wit. Ja, gaan we dan. Flaming, let's go. Nog één. Dat is in. EVM. Brozovic. Vijf, zeg maar drie nu. Hier en dat is in. Scam, dat is ja. Pepe, let's go. En de laatste 75 maal 3 voor deze ronde en dat is weer balkout. Exact. Kan maar zo.
Madrid, y nada más, y nada más, a la Madrid. Let's go. Carvajal, let's go. Oké, boys and girls, en we hebben van 2-10. We hebben het 10e potje in Squad Battles gespeeld. En wat we ook hebben is een nieuw hoogtepunt in het seizoen. En we hebben Tolisso. In het volgende niveau hebben we een 5x80 plus. Maar nu hebben we dus een 2x81 plus. En die maat zit daarin. Tolisso hebben we nu sowieso al. 2x81 plus, wat zou erin zitten? Geen walkout, next minute. Let's go. Let's go. Oké, boys and girls, we hebben weer één pakketje. Weer zo'n 75x3 en daar zit in. Geen walkout, next minute, Engel. Palmer. Let's go. Oké, boys and girls, ik heb nog eens zo'n 75x3 en dat is in. Geen walkout, niets meer. Letadic, let's go. Oké, boys and girls, we hebben weer 3 van die pakketten klaargezet. Dus ja, let's go. 75x3. En de eerste zit. Nog eens 75x3, dat is goed, dat is in. Center back, alles fijn. Otamendi. 75x3, dat is goed. Links buiten, Soriaans. Ja, en de Serie B, Berardi, let's go. En Lamine Yamal, let's go. Oké, boys and girls, het is donderdag. You're absolutely right there. 10:37. And the home fans are going to be happy about this outcome. You're absolutely right there. They're attacking quite. Waardoor we nu Goud 2 gehaald hebben. En er is een objective uit van Team of the Week dingen te doen. Dus ik heb Kovacic en Lewandowski in mijn team gezet. Waarom? Omdat ik daarmee ja, wil spelen. Dus Team of the Week doelpuntrace. Assist van de week is 3. Allee, is 20 assists geven aan Team of the Week speler. Dus met ofwel. Ik heb nu Kovacic in mijn team gezet, Team of the Week. En Lewandowski in de spits. En we krijgen al direct een 2x78 plus. En de volgende dingen dat we spelen. Het volgende potje dat we spelen. Krijgen we 150 SP. Ik zeg altijd XP. En dan krijgen we de 5x80 plus. Maar ik ga eens zien. Eigenlijk zouden we die ook nog kunnen afwerken. Dan gaan we ook nog 2 spelers uit de Arkema Premier League in mijn team zetten. Ja. Dus daar gaat in Wendy Renard. En Arkema Premier League.
competitie. Ja. Gaan we Katoto even op links buiten zetten. Of heb ik iemand anders? Kan die op links buiten? Dan gaan we dat zo doen, ze. Het is eigenlijk maar Premier League. M zit er nu in. Twee teams de week. Dus dat gaat wel lukken. Ik ga er wel eventjes mee bezig zijn. Maar dat gaat lukken. Dan moet ik gaan morgen gewoon mee spelen. Vandaag en morgen Le Bleus. Dus maak ik 10 doelpunten met speler het eigenlijk maar Premier League. Dus dat is met die dingen. 5 assists met steekpassen. Speel 10 wedstrijden bij Arkema Premier League. En dan heb ik Centurion Tini. En dan heb ik 1500 XP nog bij. Ja, dat gaat wel lukken. Maar nu eerst twee keer. Nee, eerst de preview pakketten open doen. Die was vergeten gisteren. Dat ik hem gisteren heb opgenomen. Dat is wel onze eerste preview pakket. En in de tweede pakket. Let's go. Nu ga ik dus dan van de Arkema Premier League. Eerste twee keer activeren. En Jurien Timber, let's go. Oké, boys and girls, ik heb de 5x80 plus kunnen claimen. Ik zie het ondertussen al aan 2 steekpassen gegeven. En 1 doelpunt gemaakt met Arkema Premier League. 5 doelpunten met Lewandowski. 5 assists van Kovacic. Wat krijgen we hiervoor? Een 2x84, let's go. En nu krijgen we ook in de winkel, want ik ben ook bezig met de 100 speelspakket. Ik krijg ook een speelspakket. Maar daarin zit het eigenlijk niet boeiend. Dat is vooral een duidelijkheid dat ons moet helpen. 85 plus is in. Geen walkout. CVM, Braziliaans. Dat is dingen dat ik. Van de 100 speelspakket. Heb ik die als favoriet aangeklikt? Nee, zeker. Jawel. 82 mijn team of the week speler heb ik nog. Ergens een team of the week speler. Een lage reden dus zo. Nee. Dan wacht ik even tot als ik. Want dan ga ik. Weet je wat? Ik ga gewoon. Fuck Inigo Martin. Ik ga die gewoon inleveren. En als ik dan daarmee klaar ben. Met dat te doen. Met die. Dingen van die team van de week ga ik gewoon dingen ook inleveren. Kovacic. Maar dan moet ik vandaag doorspelen. Want dat zou wel moeten lukken normaal gezien. Lamine Yamal ga ik ook inleveren. CVM. Camara. En nog een CVM.
Brozovic, links midden, ja, dat is hier een spits, Dovbik, Banza. Ja, ik ga het met u inleveren in Diego Martinez. Klein door, spelers vergeten dat we doen. Let's go. Misschien dat ik wat moet ik inleveren voor de team of the week player? Pick. 85 algemeen, 1 of 1 in mijn basiselftal. Dus P3 gaat erin. En voor de rest is zijn 84 squad. Dat zou moeten lukken. Center mid is Casemiro. Links midden Grealish. Links achter. Cole Palmer. En Aziri. Konaté. André. En nu nog Carvajal. En dan ga ik de team of the week player pick doen. Matteo gaat ons wel helpen. Naar die 100 spelers pakket. Maar dan ga ik nu eerst verder. Ah, we krijgen nog een pakket voor 100 SBC's te doen. Let's go. Heb ik er al 100 gedaan? Wauw. Oké. Tim gaat pakket. En dat is ding. Geen wel, kan ik wel een rare. Goalkeeper. Aha. Dat gaat wel lukken. Dat gaat ons wel naar de 100 spelers pakket brengen. Nu gaan we de eerste kraft, het 100 spelers pakket. Tim Leenspeler beloning, Molina. Dan ik eerst die 100 spelers pakket craften. En dan gaan we pas verder spelen. Dus favorieten. Dus dan gaat die Matteo zijn dat ik moet inleveren. Rechts buiten. Caruso. Links buiten Xavi Simons, center mid, Koopmijners, Cam, Reinders, andere center mid, Corbos, center back, en deze keeper. Gaan we de die pakken, rechtsachter. Gaan we gewoon die Cardi pakken. Dan hebben we nog een linksachter nodig en nog een centerback. Dus dat wordt Darwin Nunes. En nu nog een 82 of 83. Ik ga het op stage spelen en gewoon Berardi pakken. Let's go. En we hebben de Centurions 100 upgrade gedaan. Oké, de game glitched. De game glitched, we moeten opnieuw opstarten. Maar dan starten we de game opnieuw op en dan kut ik. Dan ga ik nu even de opname stoppen. En dan kut ik back naar wanneer. Dat de opname er is. Leer dat de pakket. Oké, boys en girls.
We hebben dus de klein lichting spelerspakket en de 100 spelerspakket. Eerst het klein lichting spelerspakket en dan is het erin gewoon in zilveren. Ik dacht al. Oké, nu de 100 spelerspakket. Let's go. Het geen walkout in, spits, Engels, Premier League. Naar die crafting upgrade. Let's go. Oké, boys and girls, we hebben door het oog van de naald van Gaetane Tini voltooid, waardoor we nu een 75 plus pakket krijgen. Ik hoop vandaag nog aan de 14 van 20. Allee, aan de 20 of 40 keer voltooien van Centurion's Mark Upgrade SBC te geraken. Ik hoop vooral aan de 20 te geraken. 75 plus pakket en dat is in. Geen walkout, maar sterk spits. Denk ik. Dat zeker dat Mitrovic. Oké, boys and girls, we hebben 5 van die upgrade SBC's gedaan van die Centurion smaak upgrades. In de eerste 3 keer 75 zit rechtsachter Marokko. Dat is hoe noemt hem daar? Mazraoui. Kakou zijn voor die SBC te doen. 3 keer 75. En dat is CVM, Argentijn. Dat is dingen, hoe noemt hem dan weer? Rodriguez. Geen walkout, geen rechtsachter, Spaans. Dat is Pedro Porro, denk ik. Ja, dat is Pedro Porro. Hier hebben we de stukken been geleverd. Geen walkout, rechtsachter. En we hebben de 20ste gedaan. Dus daardoor hebben we nu een 75x3 en een 78x2. Eerst een 75x3 en dat zit in. En geen walkout. Rechtsachter Frans. Oké, boys en girls, na veel ragen heb ik het eindelijk kunnen van 20 doelpunten en 20 assists te geven. We werden allebei een team van de week. Dus ja, het is nog. We moeten nog 9 potjes spelen voor team van de week spelen. En nog 5 potjes spelen. En waarvan 1 winnen met 2 spelers uit de Arkema Premier League. En 9 goals maken met een speler uit de Arkema Premier League. Waar kan ik nu aan beginnen? Oké. Nu ga ik eerst dus die 3 keer 78 en de 5 keer 78 open doen. We hebben bijna dus 1,5 KXP. In de 5 potjes hebben we dat. En ik moet er in totaal nog 9 spelen.
Dus dan komen wij op de gebundelde. Nee. Ja, we komen alleen op de gebundelde beloning. Ja. 2 keer 82 plus. Teamwork zwarte rode hoofdband en 75k clubmunten. Maar morgen hebben we misschien de zeldzame gouden speelspakket 83 plus. Ja. Misschien dat ik nog vandaag nog player carrière ga spelen. Maar eerst de 3 keer 78 plus en dat zit in. Walkout. Cam. Nederlands. Super. Ja. Wie is dat? Is dat Roord? Of weer die Roord zeker? Wauw, waarom ben ik daar eigenlijk zo blij voor? Voor een 86 cam. What the fuck, man. 78.05, let's go. En daar zit geen walkout in. Centerback, Spaans, Saudi League. Dan weet je dat Laporte is. Dat echt een kutspeler is. En dat we weer geen KPA dubbel krijgen. What the fuck, jee. Oké, boys and girls. 3 keer 83 plus. Wauw. Walkout, let's go. Keeper, Engels. Wauw. Dat is dingen, hoe noemt ze dat? Nee, dingen. Herbs. Of TSC. Oké, boys and girls. Ik heb nog eens 2 of 3 van die pakketten gedaan. 2. Dus we hebben 2 75 plus 03's. In het eerste pakket zit een CVM, een Franse CVM van Arkema. Premier League van Opel Hero Sport Club. Setoran. Oui, oui, Setoran. Ibanza Eterier. Oui. C'est. Et maintenant, c'est le CAM, c'est le Japan, c'est le Premier League. Et c'est. Plus ça parle, c'est Kamada, eh. Oui, oui, c'est. C'est un cut japonais de Kamada, eh. Bang, si bang, bang, tete bang. Tchou! Oké, boys en girls, we hebben 8-0 gewonnen. En dat was ons laatste potje dat we konden spelen voor punten. Dus ja, nu is het afwachten wat dat we zondag gaan worden. Goud 1 of goud 2. Ik denk eerder de goud 2 weer al. We hebben hier win 6 keer voltooid. En we kunnen hier nog 1250 XP pakken. Ik denk dat we dat vandaag ook gaan doen. Dus nou, we gaan dat vandaag ook doen, die 1250 XP pakken. Dan komen we aan het 83 plus pakket. Dat is wel goed dat we daaraan komen dan. Dan komen we aan een 83 plus pakket en dat zou goed zijn dat we eraan komen. Maar eerst hebben we nu 3 keer 75 en daar zit in. Geen walkout. Centerback, Argentijns. Was Lisandro Martinez? Nee, toch niet. Dat is dingen, je noemt hem daar. Romero. Dat is een 84. En Leupels en Klaus. Let's go. Oké, boys en girls. 75 plus maal 2. Let's go. Eduke. Heeft me niet bij Antwerp gespeeld. Oké, boys en girls. Ik heb nog eens een 83 maal 3 gedaan. Let's go. 33 maal 3 en daar zit in. Walkout. Spits. Osimhen.
is een dubbele wildcard, dat weten we niet. Het is geen dubbele wildcard, het is Osimhen. Osimhen. Walker en Parejo. Let's go. Oké, boys and girls. We zijn nu 2 niveaus omhoog gegaan. Dat betekent dat we zeker al een pakket hebben. Misschien 2 pakketten zelfs. Dus dan gaan we naar doelstellingen. We zijn 2 niveaus in het FC seizoen omhoog gegaan. Dus we hebben dat pakket. En we hebben 2x20 plus. En dan 33 plus spelerpakket. En Sabit hebben nog eens een 3x82 plus. En misschien hebben we vandaag of morgen. Wat is hier de voorbeeldbeloning? 2x83 plus. Vandaag gaan we nog, denk ik. Oké, we gaan naar de store. En we gaan eens zien of er pakketten voor jou zijn. Nee. Eerste 82 plus 02 en daar zit in. Geen walkout. Rechtsachter, Engels. Premier League. Ja. Trippier. Let's go. En nu de 83 plus pakket en daar zit in. Geen walkout. Spits. Duits. Premier League. Kai Havertz. Zeker Kai Havertz, let's go. Oké, boys and girls. Ik heb 6 keer gescoord met Louise Fleury. Dus dat wil zeggen dat we weer al een paar niveautjes hoger zijn. Want ik heb ook 7 spelers op de transferlijst gezet. Waardoor ik ook 1k SP kreeg. Dus ik denk dat ik nu al veel hoger zit. We zitten nu aan 20.850 XP of SP. Dus we hebben de 3x82 plus en Carpenter vrijgespeeld. En morgen hebben we sowieso de gebundelde beloning met de 2x83 plus. En de 5x80 plus hebben we misschien ook morgen. Alleen die hebben we sowieso morgen. Wij moeten nu nog 14.150 SP krijgen. Voordat wij het nu aan het einde van het seizoen zitten. En ik denk wel dat we dat gaan kunnen halen. 3x82 plus. Geen walkout. Centerback. Nederlands. Premier League. Kan Matthijs Licht zijn, maar het kan ook. Het is Matthijs Licht. Wauw. Het is Matthijs Licht. Het kon natuurlijk ook Botman zijn, dus Matthijs Licht, Zapata en Desiree Scott. Wauw. It's decent, you know. Wat kunnen we vandaag nog doen? Vandaag kunnen wij eigenlijk niet veel meer doen. Play the Mon spelen. Oh. We moeten nog 6 potjes spelen met een team of the week elftal. Alleen met een team of the week. Met 2 team of the week spelers. We moeten nog 2 potjes spelen met die Tini. En dan alleen voor die Tini. Dan hebben we 250 SP en 2x75. En dan hebben we ook nog eens 1000 SP erbij en Centurion's Tini.
Ik zie nog een mijlpaal zijn meegekomen, maar ik denk het niet. Hoeveel potjes winnen zitten we af van 125k pakket? Nog 54 potjes winnen. Oké. Ja. Seizoen doelstellingen. Moeten wij nog 9 keer scoren. En we hebben nog eens 400 SP erbij. En nog 14 wedstrijden spelen. Dan hebben we ook eens, nog eens 400 SP erbij. We hebben spelersdoelstellingen. Kunnen wij ook wel een heel pak, heel pak krijgen. Bij managersdoelstellingen moeten we krijgen ook nog een heel pak. Kunnen we nog 1000 XP krijgen, 1000 SP krijgen. Ja. Hier kunnen we nog 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400. 1800 SP. Dus als ik nog even doorspeel, 2800, 3100 SP. Dus ja, let's go. Zo. Oké, boys and girls, het is vrijdag momenteel. Vrijdagochtend. Dan is het nu 18:24 en we hebben een gebundelde beloning. We hebben de powered witte hoofdband, 7700 clubs munten en de 2x83+. En nu moet ik nog 1 potje spelen en dan heb ik 1250 SP bedoel ik. En dan heb ik de 5x80+, misschien dat ik vandaag ook nog de 2x83+ ga hebben. En we hebben nog 13.850 SP nodig. Voor de 7500, maar die ga ik waarschijnlijk bij Team of the Year open doen. Dus ja, 2x83+, let's go. En dat is in Walkout, lekker. Rechtsachter, Engels. Dat is Trent Alexander-Arnold. Dus die heb ik dubbel. Dan ga ik deze Trent Alexander-Arnold in mijn basis zetten. En de andere verkopen. That's great. That's really great. We hebben nog een privépakket. Pas over 2 uur en 15 minuten. Dus let's fucking go. Oké, boys and girls. We hebben het laatste potje voor Tini. Of noemt ze daar? Gespeeld. Let's go. We krijgen dus de 2x75+ en nu krijgen we ook Centurions Tini van de Arkama Premier League. En krijgen we ook een 5x80+. Die gaan we ook openen, ze, de 5x80+. Maar eerst de 2x75+, en dat zit in. Geen walkout, spits, Duits, Premier League. Havertz, denk ik. Maar geen Havertz. Die kunnen wel in SBC steken, zo. 80+, maal 5, let's go. Walkout, let's go. Rechtsachter. Again, Trent. Wereld Trent. Dus die kunnen we ook in SBC steken. Let's go. Oké, boys and girls, ik heb Trent hierin ingeleverd. De 3x83+ maal 3. Ja. 83+ maal 3. Let's go. Geen balcoach. Centerback, Nederlands. Is dat de licht? Of Botman, de licht.
Dat is goed. En we krijgen Friedrich, Team of the Week. Let's go. Nu moeten we nog twee potjes spelen met een Team of the Week. Allee, twee Team of the Weeks. Let's go. Oké, boys and girls. We hebben 81 plus maal 3. We gaan dat maar eens open doen, zeker. Geen walkout. CVM. Duits. Bundesliga. Ja, dat is cool, ja. Dat is Andrich, denk ik. Let's go. Ik denk dat we nog een preview pakket hebben. Nee, toch niet. Over 26 minuten pas. Let's go. Oké, boys and girls. We hebben iets voltooid. Win 6 keer, dat hebben we ook voltooid. Wauw. We hebben Player of the Month, doelpunt glory en assist van de maand voltooid. Van Centurions Player of the Month spelen. Centurions Team of the Week spelen moet nog eentje van doen. Dan hebben we nog bij FC seizoen hebben wij nog de 2 keer 83 plus. Dus we hebben vandaag nog de 83 plus player pick. Als wij nog 4 keer spelen. Alleen nog 2 keer spelen zelfs. Wacht hè. Even een ultimate team doelstellingen. Als we nog 2 keer spelen hebben wij 1000 SP. En dan komen wij op. Eén op de player pick. Dus ik denk dat we tegen volgende week of de week erna wel de 100 keer 75 kunnen opendoen. Allee, of ik ga die sparen voor Team of the Year, ik weet het nog niet. Dus eerst de 2 keer 78 plus. En dat is in Marusic. Goed voor die Centurions crafting upgrade. Dan de 3 keer 78 plus en dat zit in. Geen walkout, centerback, Spaans, Premier League. Ik weet dat het kut is. Dat gewoon Pau Torres is en die gaat naar de SBC storage. En dan de 33 plus, 0-2. En daar zit in. Geen walkout. Rechts buiten, Italiaans, Premier League. Ja, Chiesa. Dat is Chiesa. Wauw. Dat is een goede speler om te krijgen. Maar ja. Ik ga die niet gebruiken, joh. Let's go. Dan hebben we ook nog de preview pakketten. En dan krijg ik een Premier League preview pakket. Dat is Nelson in van Galatasaray. En dan nog een Premier League preview pakket. Dat is Garrett hier. Van welke ploeg is dat? Port Vale van de League 2. Let's go. Oké, boys and girls. We hebben weer iets bij live voltooid. Dubbele Player of the Month dreiging hebben we ook voltooid. En dan Team of the Week spelen hebben we volledig voltooid. Dus dan krijgen we een 2 keer 84 plus en een 80 plus maal 3. En nu moeten we nog één wedstrijd spelen voor 1000 SP te krijgen. En dan zitten we aan de 33 plus player pick. Gaan we dat vandaag doen? Ik denk dat wel. Dan ga ik terug dingen in mijn team zetten. Chris Wood. Eerst 78 plus maal 5 en daar zit in. Geen walkout. Center mid. Argentijns, Bundesliga, dat is Palacios. Ja. En Terrier mag in de. Ja. In de. SBC storage. 80 plus maal 3. En daar zit in. Balkout. Centerback. Braziliaans. Premier League. Los Gabriel. En Gabriel kan ook in de SBC storage nu. Oké. Okay. 34 plus mal 2. Please give me someone decent. Walkout. Center mid. Schots. Wie is dat? Wie is dat die
Little of wat? Dat is Kim Little, dat is de wow. En Ben White. Let's go. Let's fucking go. Oké, boys and girls. We hebben 1000 XP bij. SP, sorry. Ja, ik moet er nog altijd aan wennen. We hebben een 83 plus player pick. En we gaan die open doen. Zo. En we krijgen 3,83. Dan gaan we voor Pedro Porro gaan. Wauw. Wauw, wauw, wauw. Oké, boys en girls, we hebben een 83 plus maal 3. Klaargezet, let's go. We gaan eens zien ze. 83 plus maal 3. En wat zit erin? Walkout, let's go. Rechts buiten. Ja, wie is dat? Ah ja, dat is Meat. Wow. Dat is Beth Meat. Een dubbel walkout? Nee. Beth Meat. Oké. We krijgen Robo. Dus die gaan we in het team zetten in plaats van Theo en anders, denk ik. Dan pakken we weer 33 chemistry. Dan ga ik gewoon Theo hier zetten. En hier zet ik dan Robo neer. Tenu nummers. Dan moet ik hier een 5 van maken. Let's go. Oké, boys en girls. Blijkbaar hebben we een draft token gekregen. Een draft token. Dus dan gaan we een draftje starten, hè. Dus dan gaan we naar speel. Single player draft. Wil je een draft token gebruiken? Ja. We gaan natuurlijk op semi-prof zoals altijd. 4-3-3 attack. Kies je aanvoerder. Ginola. In de spits. Griezmann. Rechts buiten. Salah of Diani. Diani. Center mid. De D. Cam. Oscar Trejo. Center mid. Dan moeten we nog zien, ze weet. Centerback. Antonio Rüdiger. En dan zal ik maar die Romero en Club Brugge pakken, zeker. Rechtsachter. Maicon of Carvajal? Carvajal. Linksachter. Naar de die keeper. Pablo Courtois. We pakken maar David Raya. We pakken we dan deze, maar ik ga zijn naam niet uitspreken. We hebben hier Gudelis, ja, je moet het wel gaan doen, de Gudelis. En weer een linksachter of zo. Ja, maar hier is juist de linksachter. Ze hebben ook niks bij. Hier zijn we ook niks bij. We gaan gewoon voor Zakaria gaan.
Het moest. Het moest. Vini en Mbappé. Kan Griezmann ook op rechts buiten? Nee. Dus nu moeten we eigenlijk nog. Ja, het moest. Messi erin. Dan moest Rafinha. Moeten we eigenlijk nog een links achter hebben. Hopla, nu nog een MLS coach. Nee. Hopla. Een draft met Mbappé, Vini, Messi. Moet wel een goede draft zijn. Let's go. Oké, boys and girls. Ik heb meer twee van die pakketten klaargezet. Van de Centurions maken upgrade. Dus twee keer die 75 x 3 is. En in de eerste zit Cam, Spaans, La Liga. Zou het Daniel moeten zijn? Nee. Isco, dat is ook goed. En de volgende 75 x 3 is Spits, Aubameyang. Let's go. Oké, boys and girls. Ondertussen ben ik gedoucht. En hebben we draft afgespeeld. Dus let's go. We zijn gewonnen met 6-2 in de finale tegen Bayer Leverkusen. Premium goudpakket, let's go. Lucas Digne. En premium jumbo goudpakket. João Mario. Let's go. Oké, boys and girls. Door wat carrière modus spelen. Spelerscarrière modus. Hebben wij twee niveaus omhoog gegaan. Dus daar ga ik me ook op focussen, op player carrière mode en op manager carrière mode. Dan halen we het zeker al heel vroeger. We hebben dus Emiliano Martinez, leenspeler. En Abeli, leenspeler. Ah nee, Martinez is geen leenspeler. Wauw. Martinez krijgen we zo. Wauw. Dan heb ik een nieuwe keeper gevonden. Dan gaat Alisson eruit. Dan heb ik een nieuwe keeper. Dan hebben we... Emiliano Martinez als keeper nu. Centurions, Emiliano Martinez. Wauw. Dan moeten we eens kijken bij de volgende Centurions wie dat we daar gaan pakken. Want die hebben we ook binnen 7850 XP. En daar ga ik voor Grealish gaan, denk ik.
Dan ga ik voor de Grealish gaan. Dan ga ik Grealish pakken, ja. Dat gaat het beste zijn, Grealish. Ik moet nog 850 SP halen. Voor de 82 plus maal 5 en dan 2 keer 34 plus 1850 SP. Dus we hebben onze nieuwe keeper. Hoeveel wedstrijden heeft Alisson eigenlijk voor ons gespeeld? Want dat was eigenlijk wel een goede keeper. Hij heeft 139 wedstrijden voor mijn team gespeeld. Dan kan nu deze coach weg. Want dan kan ik hier Pep neerzetten. Pep Guardiola. Dan ga ik voor de Grealish gaan. Denk ik. Want dat gaat veel beter zijn in mijn team. Dat ik Grealish ga pakken. Dan kan die Foden vervangen. Kan Foden op de plaats van Palmer staan, denk ik. En kan Wood. Of kan Palmer op de spits? Nee. Kan hij op de spits? Nee, ik hem. Dan moet ik Wood nog laten staan. Maar kan ik wel een andere spits pakken. Dan kan ik wel, ofwel Foden op rechtsbuiten, ofwel Grealish op. Oh, ik heb die kaart geloof ik in. Kan Grealish kan. Nee, links midden ik hem. Let's go. Dus we hebben Dibu Martinez en nu. Ja, is het tijd om de game af te sluiten. Let's go. Oké, boys en girls. Het is zaterdag momenteel. En we hebben 3 woorden die geven een assist. En vandaag is ook Jake Paul gewonnen van Mike Tyson. Congrats to Jake Paul. Ook congrats to Mike Tyson. Voor zo toch wel het Jake Paul moeilijk te maken. Ik denk zelfs dat we een nieuw niveau hebben in het seizoen. Dus we hebben de 82 plus maal 5. Ja. Credit, ik geef al mijn credits aan Jake Paul voor het voor Mike Tyson het moeilijk te maken. Ik heb de wedstrijd zelf niet gezien omdat ik aan het slapen was. En ja, ik heb de bokswedstrijd zelf niet gezien, maar Mike Tyson zou moeten gewonnen zijn. Nou, Mike Tyson zou wel goed geweest zijn, heb ik gehoord. Ik heb wel mensen gezien die er naar keken, naar de bokswedstrijd tussen Mike Tyson en Jake Paul. Het was op Netflix uitgezonden. Ik weet niet of ik die nog kan herbekijken. Misschien ga ik die dan herbekijken als die nog op Netflix staat. Kan ik die herbekijken? Ik ben wel redelijk fan van Jake Paul. Mike Tyson is natuurlijk ook een hele goede bokser. Mike Tyson is ook een hele goede bokser. Jake Paul natuurlijk ook, als je ziet dat hij wint van Mike Tyson. 75 plus pakket en dat is in. Tak. Let's go. Al mijn credits gaan naar Mike Tyson en naar Jake Paul. 20 plus maal 5, let's go. Geen walkout. Centerback. Wie is dat? Is dat Militao of? Nee, ja, eerder Militao, let's go. Eder Militao is natuurlijk ook nu geblesseerd. Kruisband gescheurd, dus ja. Yeah. Let's go. Let's fucking go. We gaan eens zien welke SBC's er zijn, want dat heb ik eigenlijk gisteravond niet goed bekeken.
Ja, Ruben Diaz is 81 plus, team in de week, spelerskeuze is er bijgekomen. De Centurions maken upgrades nog altijd, die kan ik nog 81 keer doen. Dus ja, let's go. Oké, boys en girls, nu gaan we Ultimate Team in. Want we hebben een pakketje. 2x84 plus. Ik hoop dat er een walkout in zit. Als we nu nog blijven spelen, nog 2 potjes in de spelerscarrière en nog 5 potjes in de managerscarrière, dan halen we misschien nog de 4x84 vandaag. En daar ben ik niet zeker van. Maar eerst heb ik voor jullie nog de previewpakketten. Want die wilde ik daar straks vergeten open doen. Dus het eerste previewpakket daarin zit, niks. Een Deense CVM. En dan André Franco. Maar dan zijn die previewpakketten ook uit de weg geschoven. 2x84 plus, let's go. En dat zit in. Geen walkout. Spits, Frans, Arkema Premier League. Dan is dat. Wie is dat? Lessomer. Ja, dat is juist. Lessomer. Die is ook nog in de game, dat is juist. Wauw. Oké, boys en girls. We hebben weer al een niveau voltooid. We gaan naar doelstellingen. Naar FC seizoen. We moeten nog 5950 SP behalen. Voor een 100x75 plus. Dat is in de volgende video dat we die hebben. Een beloning claimen van Lilian Thuram. Als ik nu nog doorspeel met managerscarrière, hebben we 4x34 plus. Maar ik ga dat. Ik ga nu eventjes wat rust pakken. Ik ga nu eventjes wat rust pakken. Want het is echt wel even nodig dat ik rust pak. Ik ben al eventjes bezig aan de game eigenlijk. Ik heb vandaag 2 of 3 of 4. Ik heb de afgelopen dagen, sinds gisteren vergesteld, heb ik echt al. Ik weet niet meer waar ik zat. Ik zat voor Martinez nog. Ik denk dat ik hier zat. Dus ik heb van niveau 21 naar niveau 29 gewerkt. Dus 8 KXP eigenlijk bij verdiend. Op die korte dagen. We moeten nog 5950 SP verdienen. Maar dat hebben we sowieso in de volgende video. En dan is dat 100x75. Is een van de laatste packs dat ik ga open doen. Voordat ik ga packs openen voor het team of the year. Dus ja, let's go. Het gaat een van de laatste FIFA video's worden, FC video's worden. Van dit jaar. Dus ja, let's go. Oké, boys en girls. Het is nu 5:40 s'avonds. En wij hebben weer al een niveau hoger in FC 25. In het seizoen. Dat krijgen we nu een 4x84 plus. Dus morgen kunnen we waarschijnlijk de 86 plus maal 2. En we hebben nog 4750 SP nodig. Voor de 75 maal 100. Dus dat gaat in de volgende video zijn dat we die gaan openen. 4x84 plus. Let's go.
Walcott. Keeper, Spaans. Talega. Wie is dat? Bilbao. Wie is dat? Kimmich en... Welke keeper is dat? Konijn Simon, is dat Walcott? Dat is het feit dat de Walcott is. En Palacios gaan naar de... Nou, dat is misschien sorry. Let's go. Oké, boys and girls. Ik heb net eventjes gedacht. Dan ben ik eventjes bij het adem. Maar, het is 7 uur 's avonds op zaterdag. En we gaan eens zien wat er nieuw is. Maar, zolang is er niks. Oei, shit. Bij doelstellingen is er niks nieuws momenteel. Dan gaan we eens naar SBC zien. Zanetti op deze dag icon. Upgrades zijn er niet. Spelers. Darwin Nunes was al. Ik weet niet wie dat erbij gekomen zou moeten zijn. Dan zou er een atletieksterren moeten bijkomen zijn. Hier, en die zie ik niet direct. Nee, die is er niet bijkomen. Dus enkel Zanetti daarbij gekomen is. En we moeten daarvoor een brons, een zilver, 81 en 85. Een 86 met Argentinië en een Team of the Week speler. Een 86. Een 86 met Team of the Week en een 87 squad. Zo, eigenlijk moet het de grinder zijn, dus ik ga die als favoriet zetten. Let's go. Oké, boys and girls. Ik heb 3 75x3's klaargezet. En in de eerste zit... Geen walkout. Centerback, Frans. Blieke, McDonald's. Dus ik heb goed zien in McDonald's. Dat is... Hernandez. Nee. Kimpembe. Let's go. Ja, 75x3, let's go. Geen walkout. Links buiten, Frans. Arkema Premier League. Olympic Lyon, hè, dat is... Magie. ...75x3, let's go. Geen walkout. Spits, Nederlands. Cody Gakpo, denk ik. En Cody Gakpo, let's go. Oké, boys and girls, het is zondag. 11 minuten, en 16 minuten voordat we de rewards hebben. In de squad battles, maar we hebben een nieuw niveau bereikt. Let's go. We hebben een nieuw niveau bereikt, normaal gezien. En wat krijgen we nu? Dat is 86 plus maal 2, dus we krijgen sowieso 2 balkouts. We moeten nog 3,5. Ja, SP pakken voor de 100 keer reis heeft u dat sociaal voor donderdag. 86 plus mal 2. Let's go. Spits, Engels, Hurricane. Dus kan enkel maar hoger zijn. Rijten en Hurricane.
Rijten en Harry Kane. I mean, that's good. That's a good duo. Harry Kane. Ja. Let's go, Harry Kane gepakt. Let's go. Ik heb met mijn pakje Harry Kane gekregen, let's go. Oké, boys en girls, het is 8:55 in de ochtend. Dus ook de laatste opname van deze video. Op zondag natuurlijk. En we gaan de rewards claimen van de squad battles. Dus we gaan naar speel, we gaan naar squad battles. Goud 2 natuurlijk. Net aan goud 2 eigenlijk. 5x75 plus, 7k munten en een megapakket. Dus we gaan dat megapakket en de 5x75 openen in deze video. Dus let's go. Eerste 5x75, enter it in. Geen walkout. Spits, Argentijns. Dat is het ding, hè. Hoe noemt hem dat weer? Icardi, let's go. En nu het megapakket. Walkout. Center mid, schot. Wereld, ik Kim Little. Dat zijn weer de coins erbij. Wat een walkout. Ik heb gezien hoeveel dat hij gaat op de transfermarkt. Trent moet ik ook nog zien. Trent gaat voor ongeveer een 9. Dan gaat hij zeker verkopen. En Kim Little gaat voor een 9. Ook voor een 9. Ga ik die daarop. Ga ik die ook voor verkopen? Oei. Die zaten voor 3 uur op in plaats van 1 uur. Let's go. Wauw. En dit was dus de video. Let's go. Oké, boys en girls, dit was dus de video. Vrijdag krijgen jullie een andere soort video. Vrijdag ga ik een video maken waarin ik ga zeggen wat ik dus bij Team Rudier ga doen. Dus ja, wat voor Team Rudier pack opening dat ik ga doen. Dus die video kijken jullie van mij te goed. En dan zie ik jullie guys graag vrijdag terug bij een nieuwe video. En volgende week dinsdag zal het dan de laatste FC25 video zijn voor dit jaar tot aan Team of the Year. Misschien dat ik nog eventjes een paar mensen in teams ga eten. Maar dat weet ik nog niet. Maar nu gaan we dus nu gaan we dus vrijdag nog de laatste de video hebben van hoe dat ik mijn team hier ga doen. En dan gaan we vanaf de week erop gaan we beginnen sparen. Dus volgende week dinsdag is er nog eens een FC25 video. En vanaf dan geen FC25 video meer. Let's go. Ik check jullie guys graag terug bij de video vrijdag. Waarin we gaan bespreken hoe ik mijn team hier ga. Mijn team hier packs ga sparen en zo. Dus let's go. Ik check jullie guys graag terug vrijdag bij de team hier video. Let's go. Allee, met de team hier. Met de video waarin ik Team of the Year ga bespreken. Allee, Team of the Year ga. Hoe ik ga zeggen hoe ik het ga doen met pakketten. Let's go. Zo, ik zie jullie guys verder. Let's go.